jongens, en vandaag heb ik een nieuwe episode voor jullie. Vandaag ga ik, ik heb al een paar wedstrijden gespeeld met Cambuur. Ja, sorry, maar ik dacht van, ik ga niet alles laten zien, dat is een beetje saai. Dus, ik hoef alleen nog vandaag tegen, FC Roeselare. En dan gaat de competitie beginnen tegen ADO, dan tegen Utrecht, dan een oefenwedstrijd tegen Tsjechië. Dus ik ben echt helemaal benieuwd. Dus ik ga even laten zien. Oh crap, in. Kan ik het? Oh ja, tegen hoek dus. Kijk, ik heb hier toen heb ik 2-0-3-1-2. Een aardige pool hebben we hier, zie ik alweer. Want ADO, nou dat zijn niet de minste, al zeg ik het zelf. Misschien een Mike van Duinen. Oh, betje. Dat voor 1,2 mil. Boom. We gaan beginnen met potje. Boom. Ik ben benieuwd. Kari is natuurlijk gelijk geblesseerd geraakt. Terwijl ik hem nieuw had gekocht, voor de rest ook voor mij niemand gekocht. Rietsmaier ga ik eens op 10 uitproberen. Ik ga even wat mensen sparen. Weet je, ik ga heel het team even omgooien. Scheppers. Lewin eruit voor. Kijk, het wordt al iets beter. Althans beter. Moeten we nog een CRM hebben? Averdijk. Maar hebben we nu allemaal Crini. Dan hoeven we alleen nog Laan, die Laangast. Niet perfect. Nee, ik sta hier dan maar. De rest krijgt nu allemaal rust, omdat, ja, volgende keer moeten we tegen ADO. Ja, ADO, dan denk je waarschijnlijk ADO. Jij bent Cambuur, dan moet je toch winnen. Ja, dat denk ik ook. Maar trouwens, dat mag ik niet vertellen. Morgen ga ik twee leuke dingen ophalen. En dan vlog ik het er wel eventjes bij. Of dan ga ik... Eentje wordt in ieder geval een review, dus... En ik heb donderdag en vrijdag een voetbaltoernooi. Dus dat was een hint. Ja, ik ga voetbalschoenen halen. Maar dure voetbalschoenen. En als je hebt gekeken naar de Champions League. Dan weet je, moet je even raden wat voor schoenen ik heb. Misschien weet je het al, misschien weet je het niet. Maar die review komt er binnenkort aan. Velbalen. Dijkstra. Dijkstra, wat doet hij? Dijkstra gelijk. Bal. Oh, faal. Christ Vouw is al moe. Bijker. Gooit hem uit op Dijkstra. Dijkstra, Bijker. Opent hem op Bakker. Bakker, wat gaat hij doen? Bakker, Dijkstra. Slechte paas, dan komt de rechter. De rechter, de rechter. De rechter geeft een diepe paas op Mbuba. Mbuba tegen Tim Kormans. Maar nee, dan gaat hij op Surzijn. Surzijn, Sarazijn. Goed van Bijker. Dan houdt... Dan man hem binnen. Die geeft hem op Sarazijn. Sarazijn geeft een slechte paas op dat man. Dan pakt Gustavo. Kunnen we allemaal even een linietje zakken? Bob.
Zo. Eventjes. Bakker opent hem op. Trosten opent hem op. Scheppers langs de lijn. Scheppers, zet de versnelling in. Geef hem voor. Een lens. Met een... Ik ben benieuwd eigenlijk. We spelen thuis of uit onze eerste wedstrijd. Het zou even mooi zijn om thuis te spelen. Het publiek. Een beetje te voelen. Wat zal ik zeggen? Ik kan me gelijk niet heel zacht. Sorry, ik was even in stilte. Wacht, ik moet muziek hierbij opzoeken.
Wow. Wow, wow, wow. Het wordt nog iets meer dan niks. Maar dit is gewoon het einde, want ik dacht ik maak even kort een dingetje voor mijn vriendjes en vriendinnetjes. Ik heb scheid tegen jullie. Nee, grapje. Daarom een duimpje omhoog. Like, kom en reageer. Peace, yo, koekjes. Later.